Harlem we're gonna be feeling. Okay. Why? Hallo iedereen, welkom terug bij mijn kanaal. En vandaag heb ik weer mijn lieve zusje bij me. Twee video's, hello. Het gaat lekker. Dus vandaag dacht ik, laten we een sister tag doen, gezien mijn zuster hier is. Dus ze gaat hierna nog een video maken over haar blow-out, want we doen samen de Natural Hair Journey. Dus blijf op mijn kanaal, Dieke, abonneer je als je wilt weten hoe zij haar blow-out doet. We beginnen vandaag met de sister tag. Dus dit was jouw idee? Ja! Dus, gewoon lekker kletsen over elkaar. En ja, elkaar voorstellen aan de wereld. Even kijken of ik jou goed ken. Even kijken of jij mij goed kent. Dus je hebt vragen opgezocht? Ja. Zal ik beginnen of? Begin maar. Okay. Nou, de eerste vraag is, wat is jouw naam? Wat is mijn naam? Simpel. Mijn naam is Marie. En ik ben het zusje. Jongere zusje. En hoe oud ben je? Ik ben 20. We hebben 7 jaar verschil. Nou, dan kun je uitrekenen hoe oud ik ben, want ik ga niet. Ik ben de Shanti. Het is mijn kanaal. Maar dus ik ben 27 jaar. Wat is jouw sterrenbeeld? Ja. Mijn sterrenbeeld is leeuw. Ik ben een leeuwin. En zoals we al weten, de leeuwin is een persoon die heel sterk in haar schoenen staat. Maar ook wel een klein hartje heeft. En daar pas ik wel in. Okay, nou, ik vind het echt stoer dat je weet wat leeuw inhoudt en wat. Okay. Ja, ik hou van de sterrenbeelden. Ik hou daarvan om sterrenbeelden te lezen, om horoscopen te lezen. Want meestal komt het toch wel een klein beetje overeen. Ja? En het geeft je wel toch een breder inzicht over je karakter. Okay. Weet jij die van mij dan? Want ik weet die van mij niet. Jij bent de maagd. En de maagd is. Nee, dat is de tweeling. Oh my god, die is moeilijk. Want de maagd. Volgens mij wordt de maagd een beetje getypeerd als een allesweter en een allesdoener en een. Waarom zoeken we het gewoon niet op? Verlegen en bescheiden. Betrouwbaar en nauwkeurig. Ijverig en praktisch. Analytisch en intelligent. Analytisch sowieso. Praktisch. Altijd. Zorgelijk en wat zeg ik altijd tegen jou als je kleren gaat kopen? Is dit praktisch? Waarom koop ik een kooltrui zonder armen? Wanneer ga ik die aandoen? In de zomer is te warm. In de winter is te koud. Maar wanneer ga ik die aandoen? Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Klopt. Ik ben zeker praktisch. Perfectionistisch. Klopt. Ja, die klopt. En kritisch. Overdreven, hardvochtig. Ik weet niet wat dat moet betekenen. Hardvochtig. Wat is hardvochtig? Als iemand het weet, laat het nou weten. In de comments. We gaan er niet op zoeken. Nou, volgende vraag. 3 angsten. Noem 3 angsten van je. Een van mijn grootste angsten is toch levend begraven worden. Of levend verbrand worden. Zo. Maar hoezo is dat een angst? Is dat mogelijk in jouw leven? Man. Weet je in welke tijd we leven tegenwoordig? Ik weet niet waar jij naartoe wilt gaan. Maar ik hoop dat in Nederland niemand levend begraven wordt en levend verbrand wordt. Terwijl je into dat soort dingetjes bent. Maar oké. Okay. Een van mijn angsten. En een van mijn angsten die al uitgekomen is. Shush Marie. Is dat mijn pruik een keertje van mijn hoofd afvalt. Dus, jeetje. Een vriendin van mij heeft een dansschool. Hey Aisha, shout out. Aisha's dance floor. Anyway, ze geeft les in Monnikendam. Als je in de buurt bent, in de buurt van Amsterdam, go check it out. Maar dus, ze had haar open dag. En ze had lessen. En we konden allemaal lessen doen. En ik had zeg maar gewoon een Yucky Straight weave, weet je wel. En ik gebruikte de band method, weet je wel, van Peak Mill en dat soort dingetjes. Dus ik had die gewoon op mijn hoofd, maar die zat best wel goed op mijn hoofd. Dus we hadden heels class van Aisha. En we moesten dansen, sexy wezen. En op een gegeven moment zei ze, draai je om. Gooi je hoofd mee. Dus iedereen draait zich om. En zei ze, nee. Weet je, ik wil echt dat je omdraait. Weet je, de Beyoncé effect. Gooi je hoofd mee. Nou. Dus ik draai me om, gooi mijn hoofd mee. Ik kijk op de vloer.
kapraak liggen op de vloer. En mijn zusje was toevallig ook mee met de dansles. Nou, en ik moet jullie zeggen, het was ik rende zo snel lief. Naar die pruik en ik deed zo snel op mijn hoofd. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik kon wel door de grond zakken. En hoe had jij het ervaren? Uit jouw draai. Ik kwam uit mijn draai. Ik was kapot. Ik heb nu al 2 jaar of zo geen dansles meer gehad. Dus die dansles was best wel intensief. Dus ik was los aan het gaan, los aan het gaan. Ik doe uit mijn draai. Op een gegeven moment, ik doe mijn ogen open. Zie iets was op de grond. Ik denk, wat is dat? Wat is dat? Dus ik kijk zo. Oh nee, zie ik mijn zus zo. Met haar pijn. A girl's gotta do what she gotta do. Maar, my goodness. Ja, nee, het was hilarisch. En van tevoren vroeg ze me nog. Marie, zit je pruik wel goed vast? Zit je pruik wel goed vast? En was like, maak je maar geen zorgen over mij. En dan valt haar eigen pruik af. Ja. Ik heb gewoon niet meer gedanst, want ik was er onzeker over dat mijn pruik nog een keer van mijn hoofd zou afvallen. Ik kon het niet meer. Oh, dat is een van mijn angsten. Een van mijn andere angsten is gewoon dat ik in hakken loop. En ik weet niet waarom ik het zo in mijn hoofd heb. En dan loop ik echt gewoon langs jongens heen, weet je. En dan weet je, je voelt je fly, je doet, je loopt, weet je. De Beyoncé effect. En dan bam! Weet je, val je. Dat is ook echt een van mijn grootste angsten. Dat is me gelukkig nog niet overkomen. Thank God. Maar die pruik, die was werkelijk, die was verschrikkelijk. Mijn grootste angst is dat ik uit mijn broek scheur tijdens het stappen. Oeh, als je denkt dat je gewoon de shit bent en je gaat naar beneden, gewoon die snap ene zak en dan. Ik weet niet hoe ik ben. Ik ga naar beneden, naar boven, naar hier, naar. Ik ga gewoon los, weet je. Ik let niet meer precies op. En dan opeens. En dan kan je helemaal niks meer die avond. En iedereen heeft het gezien. Oh jee. En iedereen heeft tegenwoordig een camera. Dus dan word je ook nog eens opgenomen. Je weet Snapchat. Iedereen heeft het dan. Opeens, je ziet jezelf gewoon als meme op internet. Nee, meisje, alsjeblieft niet. Nee. Oké. Okay. Next question. Drie dingen waar je van houdt. Drie dingen waar ik van hou. Nou. Zingen. Ja, mijn passie is zingen. Dat is mijn nummer 1 liefde. Voor de rest is de tweede liefde. Of ja, ze staan allemaal wel op nummer 1. Welke? Mijn lieve hondje. ik wist het. Ja, maar come on. Kijk, jongens. Hij is toch zo schattig? Come on, come on. En. Oh. Ja, eigenlijk. Heb ik nog een derde ding? I don't know. Ik vind het echt mijn grappig. Mijn bed. Slaap. Klopt. En eten. Maar slapen gaat net boven eten. Ja, ja. Het is ja. best wel grappig, want je weet toch hoe ze zeggen dat honden lijken op hun ouders. En je weet toch, als je sportief bent, is je hondje ook sportief. Iedere keer als ik binnenkom lopen, ligt dat hondje gewoon te slapen of wat dan ook. Of wat is het? Carlo zegt dat toch ook altijd. Als hij binnenkomt lopen, ligt zij te slapen. En het hondje ligt echt gewoon naast haar te slapen. Jullie moeten deze foto bekijken. Wat we nu inserten. Als ik de foto vind, ga ik die toevoegen. Dan kunnen jullie het zelf zien. Want too much. Ja, okay, ik ben jouw dolle van hondje. Oh ja, slapen. Wat zijn jouw hondje. Drie liefdes? En die van mij is dansen. Ik dans. Verder hou ik van slapen. Heel belangrijk. That's why we family, girl. maar echt, that's it. It's like, iedereen in onze familie, voor 12 uur, niemand staat op. Yeah. Gewoon niemand. Tenzij we naar werk moeten, maar anders niemand. We zijn toch weer meer nachtpersonen daar. Dat is het. Oh, en YouTuber. Dat is waar ik van hou. Ik ben forever op YouTube. 24/7, kijk geen tv meer. Mijn beste vriend. Wie is jouw best friend? Nu gaan we dingen achterhalen. My best friend. Je bent een sister. Ik kan net zeggen, een goede antwoord. Ja, ja. She's definitely my best friend. Ja. Insgelijks. Ja. Maar dat was nooit altijd zo, hè? Nee. Vroeger? Nee. Vroeger was de kloof van het 7 jaar verschil was gewoon te groot. En toen ik dus in mijn vervelende puberteit zat, wilde mijn zus niks van me weten. Dus ik moest eerst daaruit gooien. Dat was het niet. Dat was het niet. Nee. Wat was het dan? Nee, het was een beetje dat Afrikaanse cultuur. Ik ben een beetje opgevoed van, yeah. You need to respect me, bitch. Ja. En zus, je bent best wel
een persoon, weet je wel, zelfwaarde. Zo van, nee, ook al ben ik jonger dan jou, moet je me nog steeds, weet je wel. Kun je niet alles gewoon wegschrijven en zeggen gewoon dat ik jonger ben. Dus hij was gewoon echt een hele sterke karakter. En eigenlijk zo van, nee, ik pik het niet dat je gewoon zegt, ik ben ouder dan jou. En dat ik maar moet luisteren. Nee, praat met me, communiceer met me. Ja. En dat heb ik moeten leren. We hebben echt toen... het balans moeten vinden tussen het Afrikaans en het Europeaanse. Precies. Want, en toen is ja, onze band beter dat is echt, ja, dat heeft onze ja. band wel echt verbeterd. En voornamelijk jezelf zijn en durven jezelf zijn bij je zus. En hè, open zijn. En open zijn. Wat heel over erg mee onderwerpen. Heel vaak merk tussen zussen, weet je wel, die kloof hebben. Zo van, nee, want in de cultuur is het misschien zo. Tenminste, wij zijn Congolees. En dan is het echt zo van, nee, respect is het allerbelangrijkste. Maar soms moet je, zeg maar, dat stukje respect aan de kant schuiven. Om een openheid met je zusje te hebben. Bepaalde dingen bespreken zussen niet met elkaar. Ik snap niet waarom, want jij moet jouw zusje helpen. Dus dat is wel één ding wat deze uit mij heeft getrokken. Zo van, je moet open zijn, je moet met me communiceren. En dat is gebeurd en daaruit is onze band veel sterker geworden. Nu weet ze alles. En ik hoop van jou. Ja. Ja, ik heb niks te verbergen voor je. Nee, you crazy. laatste liedje waar je naar hebt geluisterd. De laatste waar ik naar geluisterd heb? Love van Kendrick Lamar. Kendrick? Ja, Kendrick Lamar. Dat komt door Carlo. Ik ben er helemaal weg van. I love that one. Down. Love and lust. Down. Nou, lekker artistiek. She give me a run for my money. She's been ugly, feeling lovely. Living lovely. Just love me. I wanna be with you. 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 I love that one. Nou, laatste nummer dat ik heb beluisterd is Rara van Techno. Je merkt het al, Europeaan, Westerse muziek. Ik ben gewoon African, you know. African to the bone. I love that music as well. Echt, yeah. African music. 4 turn-ons en 4 turn-offs. What the fuck? Ja, voor mannen. Oh, in verband met mannen. In verband met mannen. Dan kan ik ook in verband met andere dingen. Oké, in verband met mannen. Ik denk in verband met mannen. Ja hoor. 4 turn-ons. 4 turn-ons. Nou, ik heb nu al 4 jaar een relatie, dus ik weet niet. Ik kijk niet meer echt zo van, what turns stop, me on. Stop hating. Je bent niet blind. Je bent niet blind. Wanneer we naar de discotheek gaan, wanneer we naar een festival. You ain't blind, girl. You ain't blind. Maar de turn-ons van de mannen van tegenwoordig, ik vind het een beetje moeilijk om er doorheen te kijken, want we zijn in een hele nieuwe tijdperk terechtgekomen van dating en van spelletjes spelen met elkaar. En ik leef nog in 4 jaar geleden qua dating en zo. Maar qua turn-on, wat ik leuk als een man je echt op nummer 1 zet. Girl. Preach! Preach. Wat ik nog heel leuk vind aan een man is dat hij heel lief is. Ja, liefdevol, liefdevol. Weten tot hij je niet zal kwetsen zomaar. Oké, nice. En wat nog een turn-on is, is iemand die ambitie heeft. En dat niet alleen voor zijn werk. Maar eigenlijk voor alles in zijn leven. Ook voor zichzelf, voornamelijk. Weet je, het groeien in jezelf en het ontdekken hoe je in elkaar zit en waar je naartoe wilt in het leven. Dat vind ik ook erg belangrijk. En wat ik erg belangrijk vind, is een man die eerlijk is. Dus, kijk. Well, she got some of y'all shook. Weet je, ja, het is natuurlijk heel vervelend als jij tegen je man aan je man vraagt van, hey schat, zie ik er dik uit in deze jurk? En hij zegt ja. Maar eerlijk gezegd heb ik liever dat hij ja tegen me zegt als het echt waar is, dan tot hij nee tegen me zegt. Maar de meeste mannen hebben dat ook wel door, gewoon hoe ze met vrouwen moeten omgaan. Ja. Dat zijn niet met turn-ons, maar mijn turn-ons is gewoon zelfvertrouwen, heel belangrijk, ambitie. Heel belangrijk. Weten waar je naartoe gaat. Heel belangrijk. Ja, en daarin ook prioriteiten kunnen stellen.
Ja. Meer heb ik niet. En sportief, liefst. Maar dat vier is zijn dat te weinig. Vier zijn dat te weinig. Nee, dat is niet echt een turn-on of zo. Maar het is gewoon het liefste wat ik heb. Dat eentje sportief is. Maar weet je wel, verder dan dat. Turn-offs! Dit is lekker. Turn-offs. Ik denk dat jij meer in dat segment bekend bent. Turn-offs. Aangezien jij veel meer date. Turn-offs. Wat? Ja, maar... Vertel me over je turn-offs met je dates. Vertel me. Oké, turn-offs. Als ik ga kijken in verband met daten, is gewoon... Het is niet... Nou, jawel. Het is wel een major turn-off. Attentief zijn. Zeg maar, sommige jongens zijn nog niet attentief. Ze weten bijvoorbeeld niet zo van... ik breng je naar huis. Weet je, ik wacht totdat je echt naar binnen loopt. Of ik kom je oppikken. Dat hoort toch bij gentleman zijn? Ja, gentleman. Ja. Sommige zijn niet attentief, weet je wel. Of gewoon een deur open doen en zelf door die deur lopen. En gewoon de deur laten dichtvallen. Dat ik echt zoiets heb van... Huh? Oké. Okay. En deze tijd komt gewoon heel veel voor. Heel veel. En tegenwoordig... Het zijn gewoon van die dingetjes. Sommige mannen zijn gewoon... Niet of dat vier was, maar meer kan ik niet bedenken. Want... Ja... Even kijken. Maar het is een sister tag. Dus we gaan de focus weer terugbrengen naar hè, de dingen die te maken hebben met even. Zussen. Het zijn vier turn-offs aan mij. En vier turn-offs aan jou. Oké. Are you sure? Ja, ja, want het is een sister tag. Daar kan ik wat mee. Vier turn-on over mij. Hoeft niet turn per se on. Vier. Hoeft niet per se vier. Okay. Maar turn-on turn van on mij van en turn-off. Even denken. De turn-on van jou is... Je bent echt een strevertje. Ja. Je bent echt een strevertje. En dat heb ik altijd tegen gezegd. En dat is natuurlijk heel inspirerend. Als je ziet dat je zus vooruit gaat. En je meetrekt hè, als je het nodig hebt. En ook inspireert in heel veel dingen. Ze doet haar passie. Ze is aan het dansen. En ze heeft dat altijd al gedaan. Ik heb haar geforceerd om te gaan zingen. Ja. Ik heb altijd van zingen gehouden, maar ik heb er nooit wat mee gedaan. En nu ben ik het eindelijk op een pak, omdat het gewoon mijn passie is. En ik vind het leuk om te doen en het brengt me heel veel vreugde en energie. En dat heb ik toch wel van jou geleerd. Ja. Ja. En wat zijn jouw... Ja, dat is één grote turn-on. Ik heb zeker nog een andere turn-on. Okay. Is dat jij heel flexibel bent. Je bent heel flexibel. In principe kan ik iedereen naar je meenemen. Ja. En je kan met iedereen opschieten. En dat vind ik zo tof. En wat ik zo leuk vind is, omdat we zussen zijn, kunnen we dan altijd nog napraten over onze ervaring, weet je. En dan als je dan dezelfde mensen kent, is dat super leuk om daarover te kletsen. Ja. En je mag natuurlijk heel eerlijk zijn tegen je zus. En dat vind ik heel fijn. Oké, turn-off nu. Ja, ik denk... Hey, wacht eens even. Je hebt mijn turn-on nog niet verteld. Oh, gaan we eerst turn-on? Oké. Jan turn-on, let me think. Ik vind... je bent heel erg open-minded. Dat vind ik leuk aan. Mm-hmm. Je bent heel erg open-minded. Je bent nog open-mindeder dan mij. Dat je heel vaak met dingen komt en dat je mij inzicht geeft in dingen. Dat vind ik heel mooi. Weet je, open-mindedheid. Ja, natuurlijk een vechtertje, weet je, dat is iedereen in onze familie. Iedereen vecht kapot. Marie, heb je iets nodig? Nee, ik heb niks nodig. In de tussentijd om mijn dingen nodig hebben, alles en alsnog. Gewoon doorheen vechten en alles oplossen. En dat vind ik wel echt heel krachtig. You're giving me blush. Yeah. You're giving me blush. Wat ben je aan het doen? Je hebt een hond waar je voor moet zorgen en het is echt. Heel veel energie. Je studeert. Je werkt twee banen. Hebt een vriend van vier. Moet een hele huishouden onderhouden. Alsjeblieft. Ja, het is iedereen heeft zijn eigen struggles natuurlijk. Maar hoe komen we er doorheen? Ja. Turn-offs. Turn-offs. Zoals jullie al merken. Nee, grapje. What you trying to say? My sis is...